PSV onder 17 tegen Roda JC afgelopen zaterdag op de hertgang. En veel ogen zullen gericht zijn op Gianluca Scamacca. Hij maakte geen minuten tijdens de Ottercup, had dat wel heel graag gewild. Maar moet zich voorlopig nog hier bewijzen bij PSV onder 17. Dit is hij, de man die overkwam van AS Roma. Paasje op Lonwijk, speelt door de benen van Pieters. Heerlijke actie. Gooi die trucendoos maar open. Ja, heerlijke kapbeweging ook. En dan het schot. En die spat uiteen op de lat. Wat had het mooi geweest als hij die acties had kunnen bekronen met een doelpunt. Goed gespeeld van PSV, dat in de eerste helft een sterke indruk maakt. Vooral in die eerste fase zie je eigenlijk dat Roda JC er vrijwel niet aan te pas komt. Overtreding op Bertalan Koen. Daar krijgt PSV een vrije trap op een heel gunstige plek. Leandro Fernandes achter de bal. En die legt hem mooi binnen, zeg. Wat een ongelooflijk knappe vrije trap van Leandro Fernandes. En daar wordt hij natuurlijk voor geprezen door zijn teamgenoten. Heel beheerst, onder die lat. En dan is de keeper Raf Mertens van Roda kansloos. En PSV heeft veel balbezit in die wedstrijd. En dit is Armando Obispo, aanvoerder van onder 17. Tekende in juni zijn eerste contract. En wat een schitterende pegel, zeg, van Armando Obispo. Hij kreeg veel ruimte, dat moet je toegeven. Maar toch, dan moet je hem afmaken. En dat doet hij heel knap. Misschien is hij nog wel mooier dan die vrije trap van Leandro Fernandes. Genieten voor de mensen op de hertgang. Gianluca Scamacca maakt het nog niet helemaal waar in de wedstrijd tegen Roda. Maar dit is wel een mooie paas. Op Pirou. Heeft natuurlijk die creativiteit om een speler voorbij te komen. Probeert dat hier ook. Legt hem dan toch breed. Bertalan Koen. En ook hij kan de individuele actie aangaan. Oeh, dit is een mooie beweging. Probeert er tussendoor te komen. Komt daar ook tussendoor. En dan dit schot. Joël Pirou. Die staat daar op de goede plek. Keeper zat er in eerste instantie nog aan. Maar Pirou komt daar toch heel goed op die bal af. En die is doelman Mertens te slim af. 28e minuut en dan lijkt de wedstrijd al gespeeld. Dit is de tweede helft. En het is verbazingwekkend hoe weinig Roda in deze wedstrijd laat zien. PSV is oppermachtig. Dit is de invaller Dickens. Zoekt daar middenvelder Gakpo. Die doet dat goed. En zo kan PSV bij de 16 ontzettend dreigend zijn. En dat doen ze eigenlijk al de hele wedstrijd. Veel druk rondom de 16 van de tegenstander. En ook veel ruimte voor individuele acties. Bijvoorbeeld van Scamacca. Hier met een uithaal. En weer is Mertens gepasseerd. Een doelpuntje dat Scamacca even nodig had. Zat niet heel lekker in de wedstrijd. Je zag hem niet zoveel. Maar hier rond hij toch heel koelbloedig af. Ja, het is een talentvolle lichting. Maar er moet ook bijgezegd worden. Roda laat bar weinig zien in deze wedstrijd. Creëert bijna geen mogelijkheden. En dus realiseert PSV zich dat er meer in zit. Gakpo weer, als een soort spin in het web. Dit doet hij goed, wat gaat er eigenlijk niet goed bij PSV? Vindt de vrije man, staat er slim tussen twee verdedigers in. En die kan dan goed uithalen. Bertalan Koen staat daar goed gepositioneerd. Krijgt ook heel veel ruimte van die verdedigers. En zo wint PSV met 5-0. Hij had een hele zware middag. 5 treffers om zijn oren. Mooiste doelpunt kwam van Obispo. Ja, ik kom van achteruit, ik dribbelde in. En de spits kwam naar mij toe, zeg maar. En ik dribbelde nog iets verder. En ik zag ruimte om te schieten en ik schoot. En hij ging er mooi in. Had je verwacht dat hij zo inging? Was het een lucky shot of was hij wel echt zo geplaatst? Het was de bedoeling. En ja, gelukkig pakte het zo uit. Met name wat wij zelf wilden, hebben we heel goed gedaan. Alleen we beloonden onszelf niet door meer goals te maken. Tweede helft zakte het wat weg. Zij kunnen niet en wij vergeten eigenlijk om de ballen erbij te schieten. We maken nog wel 2 goede goals, maar hadden veel meer moeten zijn. Worden een beetje slordig, waardoor ze uiteindelijk nog wat cornerballen krijgen. Maar goed, echt gevaarlijk zijn ze niet geweest, dus makkelijke middag. Ja, iedereen zal zijn mening hebben. Ik vond die voor mij natuurlijk het mooiste. Er was een beetje discussie, hè, in de kleedkamer. Ja, Leandro zei dat hij van jou mooier vond. Maar ja, we hebben aan verschillende mensen in de kleedkamer gevraagd en uiteindelijk kwamen we er wel uit dat die voor mij het mooiste was.